We zitten op de trein, het is ermee. Hallo allemaal, het is vandaag donderdag 16 november en we zijn op weg naar opening van de winkel Monkey in Antwerpen. Het is op de Meer, hè, dat hij opent. Meer 73. Dank je. We zitten dus nu op de trein op weg naar Antwerpen, maar de trein is keivol. En weet je waarom we met Frans zijn op de gsm? Dus het is niet dat we dat gaan merken. Wel, dus het verhaal. Ik heb dus mijn camera mooi opgeladen, mijn SD-kaartje klaargelegd, dan heel snel mijn tas moeten maken en dan mijn SD-kaartje laten liggen. Dat is niet slim. Ik had hem echt zo speciaal echt zo ruimte vrijgemaakt om te zorgen dat dat zo, dat ik voldoende kon filmen. Maar ja, balen. Dus het zal op de gsm zijn vandaag. Maar dat zal ook wel lukken. Hè? Wij zijn aan het stappen. Het zijn de meiden aan het zoeken, we vinden hem. We denken dat we erin lopen, maar eigenlijk zijn we het niet zeker. En mijn neus is al koud. Hashtag, hoe komen ze van de rand weg? Amai. Gekocht. En wat heb jij gekocht? Een paar sokken en ook een sweater. Yes! Met zo. Dit motief. Kei mooi. Dus we zijn nu op weg terug naar het station, maar we hebben kei veel honger. We hebben allebei nog niet avondgegeten. Dus, maar misschien daar op die baan, als we daar stappen, dat we nog iets tegenkomen. Okay, you never know. Maar er zijn pastatjes ook wel in. Pasta, als we dat tegenkomen, en sowieso. Er ook wel in. En echt kei leuk, we hebben heel veel bloggers gezien. Ze is kei excited over haar pre. Maar we hebben echt heel veel bloggers gezien en dat was wel tof, hè. Ja, hoe noemde zij nu weer Marten? Nee, wacht. Marten. Ja, Marten, hè. Ja, dat is een supermooi meisje. Echt. Dat is toch gewoon een model ook. Allee. Die is model, hè. Ja, wel, het is dat, hè. Dat is gewoon model. Oh, mijn arm doet zeer. Wacht. Ja, Evie was daar ook. Evie ook. En dan hebben we nog Charlotte gezien, Michelle. Nela. Ja, Nela van Fashion Food Paradise. Leen was er ook. Leen van Lux of Lena. Heb je dat nu gehoord? Ik ben een schaapje. En jij ook. Nee. En nu gaan we gaan eten. Ja, echt. Het is zo 10 uur en we gaan eten. Het is dus toch geen McDo geworden, maar Italiaans. Dus we gaan pasta eten. Tijd dat. Het is zo romantisch. We zitten aan het raampje. Cute. Nee. En we hebben... Ik wou daar ook echt zo'n foto van. Dat is heel cute. Oh, nu nog een kaarsje. Maar het is zo'n kaarsje. Nee, maar we hebben allebei spaghetti carbonara genomen. Want we hebben echt honger. Van pasta is live. Maar deze belichting is ook echt... live, heet het al. Zo'n slechte belichting. Echt zo'n slechte belichting. Het is ook heel. Belichting, ja. Het eten is echt wel. En sorry, dit is toch kei cute, like deze tafeltjes en zo. Dat is ja, dat is schattig. Typisch Italiaans. Wacht, ik kan niet. En hoe noemt dat hier? Uehini. Smakelijk!
Dus het is nu al een paar dagen later. Dus wat ik nog wou zeggen van de opening van de Monkees. Echt fantastisch mooie kleren. Redelijk veel basisstukken ook. Maar zo elk met een touch of craziness. En de prijs valt ongelooflijk mee. Het kleedje dat ik gekocht had, wat jij ook ziet in de vlog, was maar 30 euro. En we hadden dan nog een keer min 20%. Dus dat viel echt wel nog mee van prijs. Dus ik raad u aan om zeker eens te gaan kijken, want het is een hele mooie winkel. Bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, geef het dan zeker een thumbs up. Abonneer mag ook altijd. Je zou me daar super, super, super blij mee maken. En tot de volgende keer!